Ja, goedenavond beste kijkers. Welkom in de HVJ. Mijn naam is Dirk Reitsma. En vanavond treedt voor ons op het Rembrandt Frerichs trio. Met op contrabas Tony Overwater, op de drums Vincent Planjer en op de piano en componist Rembrandt Frerichs. Zij gaan een nummer spelen van een album Graffiti Jazz. En jullie kunnen allemaal vragen stellen via de livestreams en jullie kunnen doneren via de Geeflink. Dus ik wens jullie heel veel plezier. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Wauw. Dank jullie wel. Prachtig. Wat een feest om naar te luisteren. Dat was echt fantastisch. Ik heb een microfoon voor jou daar zo staan. ik ben wel benieuwd. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze muziek te maken? Waar kwam die inspiratie vandaan om het album Gravity Jazz te maken? Dat zijn een beetje twee vragen in één. Dus ja. Ik zal allebei proberen te beantwoorden. Oké. Hoe komen we er bij deze muziek te maken? Ja, het is heel erg een soort geven en nemen, denk ik, de afgelopen 12, 15 jaar of zo. Van spelen met elkaar. Dus op dit laatste stuk na waren alle composities van mijn hand. En die, als je zoveel speelt als wij, kunnen het ook steeds meer op maat, weet je wel, maken met deze groep in gedachten. Ja. Dus het is wel een soort organisch proces, eigenlijk zou ik willen zeggen. Die wij met z'n drieën ook van tevoren niet hadden kunnen voorzien. En je kijkt naar de instrumenten die Vincent bij zich heeft. Ja. Het is nu natuurlijk even coronatijd, maar normaal gesproken toeren we veel in verre buitenlanden. En hoe verder, hoe leuker voor Vince. Dus hij neemt daar allerlei dingen van mee. Die hij dan naar de studio meeneemt. En kunnen we, weet je wel, daar weer door hem beïnvloed. Gaan we dingen zoeken die goed passen bij die instrumenten. Dus het is een soort doorlopend proces. Ja, eigenlijk. Het blijft maar lopen inderdaad. Het blijft we repeteren ook iedere week bij ons thuis in de studio. Of we nou een concert hebben of niet. Dus dan heb je natuurlijk een doorgaande lijn met elkaar. Zeg maar. Ja. En nu is het natuurlijk coronacrisis. Lukte dat in die tijd ook? Hebben jullie nog in die tijd ook veel kunnen repeteren? De eerste paar weken natuurlijk niet. Weet je wel? Nee. Toen het echt een hele rare vibe was. Maar verder is daar best wel ruimte, fysiek ook ruimte. Ja. Dus we hebben wel vrij snel elkaar weer opgezocht en ook dingetjes doorgestuurd van nou, dit is inspirerend of misschien kunnen we daar wat mee. Ik heb wel het gevoel dat we elkaar wel zijn blijven voeden, zeg maar, in die periode toch, jongens? Ja, het goed. Ja, zeker goed. Ja. En nog even terugkomend op die moeilijke vraag die ik eerst stelde over de twee vragen. De titel van het album. Van het album Gravity Jazz, ja. Dat zoeken mensen niet vaak achter mij, maar als jonge adolescent, een vervente graffiti jongen uit de Rotterdamse graffiti scene, zeg maar. En ik kwam er opeens bij, sowieso ben ik best wel visueel ingesteld, dus dat artwork en zo vind ik gaaf. Ook naar een museum gaan, hier het kunstmuseum of wat dan ook. En wat ik heb geprobeerd in die muziek te vangen, nou hebben we vanavond niet alles van het album gespeeld, maar wel delen. Is dat street art, zeg maar, als je naar Banksy kijkt of street art en graffiti zit, er zit natuurlijk een bepaalde soort kick in, een bepaalde soort energie, weet je wel. En de andere analogie met jazz is dat je het niet over kan doen. Dus als je in het illegale graffiti-circuit zit en iemand staat een metro of een trein te doen, ga je dat niet even overdoen als er iets fout gaat. Dus het moet er in één keer op staan, zeg maar. Ja. Dat wat je ook volgens mij bij Oosterse kalligrafeerkunst hebt, dus Chinese en Japanse kalligrafeerkunst, dan heb je zo'n mooi wit vel en dat moet in één keer ook goed. Weet je? Dat proces doet mij heel erg denken aan hoe wij jazz spelen. Dus de afspraken die we hebben zijn misschien voor 5% of 10%, weten we die in een stuk en de rest gaan we allemaal er nu op het moment zelf maken. Ja. En dat gecombineerd met een beetje stevige vibe, deed mij belanden in de graffiti denkwereld, zeg maar. Ja, het valt me ook op, voor mijn gevoel ook heel veel energie en spanningen. Nu niet alle stukken, want voor zo'n stream is het ook leuk, is het ook een beetje, we vonden het wel mooi om een soort trip te maken met relief, dus niet alleen maar knallen. Nee, precies. Maar op als dat soms spelen we natuurlijk live op grotere plekken met, nu even dan niet, maar gewoon heel veel mensen en echt een spannende vibe. Ja. Dan is het lekker om dat met je publiek te delen. Ja, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken voor vanavond dat jullie er waren. Mensen thuis, wij zijn er volgende week woensdag weer. Daar komt de pianist Nicola Meeuwse optreden. En ik wens jullie voor nu een hele fijne avond. Tot ziens.